Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe balletles 10+. Deze balletles die sluit aan op alle verdiepingsworkshops die afgelopen week online zijn gezet. Van juf Christina, die heeft dingen uitgelegd over balletbewegingen, hoe ze uitgevoerd moeten worden, wat belangrijke aandachtspunten zijn. Dus als je die nog niet gezien hebt, ga die ook even kijken. Van juf Christina allemaal, van dinsdag elke dag is er een filmpje geüpload. Als je die al wel gezien hebt, dan kun je nu tijdens deze balletles al die dingen die zij geleerd heeft en die zij gezegd heeft, gebruiken in wat we nu gaan doen. Dus probeer dat altijd in je achterhoofd te houden van wat heeft juf Christina erover gezegd en hoe kan ik dat nu toepassen op de bewegingen die ik ga doen. Dat gezegd hebbende, gaan we gewoon lekker beginnen. We gaan beginnen met een balletbar. We gaan een oefening in het midden doen en daarna gaan we nog even een soort kleine balletchoreografie maken. Omdat ik dacht, nou is het wel leuk om te doen, dan heb je nog even iets om door te oefenen, filmpjes van te maken, te laten zien, et cetera. Jezus, als je er klaar voor bent, mag je even ergens komen staan met iets wat als een bar kan fungeren. Dus een stoel, een tafel, ik neem weer de kast. Dus zoek even iets op wat je als bar kan gebruiken, zodat je wat ondersteuning hebt tijdens de oefeningen. En dan mag je allemaal komen staan. Oh, oké. Okay. Goed. We gaan beginnen met een plié oefening. Redelijk simpel. Gewoon een mooie eerste positie. Maak jezelf helemaal lang. Denk aan het naar binnen trekken van je navel. In de preparatie gaat je armen voor en open. We hebben een plié. Hou goed je hielen in de grond. Denk aan wat juf Christina heeft gezegd. En dan gaan we naar de tenen. Maak jezelf lang. En terug. Dan gaan we een grand plié maken in de eerste positie. Goed je knieën opzij. Helemaal naar voren. En omhoog. We gaan nog één keer snel naar de tenen. Trek je navel naar binnen. Tenen. Kom. Dan nu tweede positie. Krijg je een plié. En naar de tenen. Grand plié. Hoog hielen goed in de grond. Dan gaan we naar de bar toe. Naar de kast, naar de stoel. En de tenen. Dan nu in de vierde positie. Plié. Naar de tenen. Geen grand plié in de vierde positie, maar een rol op de schouder naar je plié. Naar je tenen. Kom helemaal omhoog. Haal even de balans vast. En dan krijg je een cordebra weg van de bar. Dan nu naar de vijfde positie. Verdeel je gewicht goed in het midden. We hebben plié. Naar de tenen. Grand plié. Dit keer krijgen we een cambré naar achter. Dus je arm gaat omhoog. En dan heb je een kleine buig naar achter. Hou je heupen waar zijn. Steek niet je heupen naar voren uit. Maak jezelf lang. Hou je benen stevig eroverheen. En dan krijg je een soesoe balans. Dus je trekt je tenen onder elkaar. Waar we naar bij je vijfde gewoon hier naartoe gingen, gaan we bij je soesoe echt de benen helemaal samenbrengen. Hou balans. En dan sluiten we hem af en dan gaan we voor de andere kant. Moet de muziek even opnieuw aanzetten. Yes, dus kom staan. Een mooie eerste positie staan. Plié. Naar de tenen. Maak jezelf lang. Neem alles wat juf Christina heeft gezegd. Dan komen we helemaal naar voren. En kom naar de tenen. Dan doe naar de tweede positie. Naar de bar toe. En tenen. Dan nu naar de vierde positie. En tenen. Geen knopje, maar dan rol op. Omhoog. Van de bar weg. Thank you.
aan de andere kant. Dan krijg je een bol blackout. Krijg je op naar je tenen, relevé, zet neer en dan draai je om naar de andere kant. En het omdraaien naar de andere kant doe je als volgt. Je voeten staan in een mooie eerste positie. Sluit één voet bij en dan ga je een klein beetje smokkelen en dan open je hem naar de andere kant. Ik weet niet of dat heel goed zichtbaar was net bij de kast. Maar je hebt dus naar de tenen. Draai, sluit één voet, alsof je een boek dicht doet en dan open je het boek aan de andere kant. En dan gaan we hetzelfde doen aan de andere kant. Yes, kom staan. Gaan we met z'n allen een preparatiearmetje voor en zij en hij blijft zij. Arm is voor. Oké, dan doen. En in, en in. De plié flex, zet je voet zo ver flex als je kan. Hetzelfde opzij, sluit en in. En zij. Flex. Denk aan dat je door alle stapjes heen gaat met je voet. Denk wat juf Christina heeft gezegd. In. In. Flex. Punt.
Voor.
Je voorste voet is in de tandem naar voren. Omhoog, dan lift je voet een klein stukje van de grond. En dan gaan we een voeteen naar de andere kant maken. Dus vanaf hier. Je houdt je voet waar die is, zodat die vastgeplakt zit aan het punt. Maar je andere been gaat draaien. Dus je gaat je hiel naar voren draaien. Dan is je been opeens zij. Draai helemaal door. Eerst je been achter. En in eerste positie doe hetzelfde voor. En naar achter. Dan doe je voor helemaal naar achter. We hebben piek voor. Piek. 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 Sluit. Dan nu achter. Ronde zo naar voren. Achter. Ronde zo naar voren. We hebben piek. 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 En we hebben vier ronde zo's. 2, 3, 4. Voet komt naar voren. Bordenbraad naar voren. Lift hem op en we hebben voeteen. De andere kant op. Je teen blijft waar die is. Je andere been gaat uitdraaien. Langzaam met kleine schuifjes van de hiel. En sluit hem af. Oké. Daar komt hij. Kom klaar staan. Los.
benen even helemaal los. En dan gaan we één oefening in het midden doen. De oefening gaat als volgt. Je komt in een mooie vijfde positie staan. Armen zijn voor. Open zijn. We hebben tanden. Zij sluit eerste. Zij sluit achter vijfde. Andere been. Zij sluit eerste. Zij sluit achter. We hebben een piek in naar voren. Kom in een soesoe. Plié. In een mooie vijfde positie. Prepareer. Dan maken we een mooie draai. Andere dan. Sluit hem achter. Ik doe even mijn sokken uit, want de vloer is iets te glad. Kijk of ik dat überhaupt kan draaien. Dus je hebt een mooie pirouette. Sluit hem achter. Doe hetzelfde met het andere been. Tanden zij. Sluit de eerste. En vijfde. Zij. Eerste. Vijfde. Piqué naar voren. Plié. Mooie preparatie. Eén draai. Sluit hem achter. Doe hetzelfde. Tanden zij. En de eerste. Vijfde. Zij. Eerste. Nu geen piqué, maar een retiré. Kom naar een vierde positie. Ja, dat is anders dan net. We gaan nu een andere draai doen. En dan maken we weer een mooie draai. Andere dan. Sluit hem achter. Oeh, ik kan niet zo goed draaien op blote voeten. Die vloer is geen balletvloer hier, dus dat is gevaarlijk. Wees voorzichtig, ja. Niet meer dan één draai doen. Is gevaarlijk. Dan hebben we zij. Zij sluit in de vijfde. Retiré. Prepareer. Pirouette. En eindigen. Sluit af. Als je de uitleg nog niet helemaal hebt, spoel even het filmpje een stukje terug, zodat je hem nog een keer kan zien. Ja, voor de mensen die al vaker hebben gedraaid en draaioefeningen hebben gedaan, je kan hem gewoon lekker meenemen. En pas dus op met het draaien, ja. Niet omvallen. Zorg dat je niks bij moet. Verzetten en dan gaan we verder met de balletchoreografie. Dus neem even een slokje water en dan mag je weer ergens komen staan waar je ruimte hebt. En dan gaan we even een dans doen. Tot zo! Oké, goed. Ik hoop dat jullie klaar zijn voor de choreografie. Het liedje dat we gaan gebruiken is Into the Unknown van Frozen. Maar dan niet de Frozen versie, maar de versie van Panic at the Disco. Dus als je YouTube hebt of Spotify of Apple Music, iTunes, Google Music. Daar is hij allemaal op te vinden. Dus dan doe je Into the Unknown, maar dan Panic at the Disco. En we doen het van ongeveer 1 minuut 40. Dus dan weet je waar we in het liedje zitten, zodat je niet te lang hoeft te zoeken. Als je dat niet hebt, kan je ook gewoon met het filmpje de muziek meedraaien. Maar als je hem zelf nog wil oefenen en je wil het doen op de originele muziek, dan moet je even het liedje opzoeken. Goed, we beginnen als volgt. Kom staan in een mooie eerste positie. Wat je gaat doen is je arm gaat op en laag. Dus hij gaat rustig op en laag is snel. En dan stopt hij daar. De andere arm komt op en laag. Armen komen voor en open. Dus rechts of links. Links is op. Pa. En de op. Pa. En de voor. Open. Nog een keertje. Je hebt op. Pa. En de op. En de voor. En open. Goed. De voeten zijn als volgt. Je hebt stap opzij. Dus je komt vanuit een mooie eerste positie. Je hebt stap opzij. En laag. Dus alsof je
voel dat je iets onder je schoen hebt en je wil even kijken wat zit er voor vies onder mijn schoen. Dus je hebt een flop. Ga je even kijken zo naar je voet. Wat zit er onder mijn schoen? Dus je hebt stap en schoen. Andere kant, stap en schoen. Ja, dus je hebt stap, schoen, stap, schoen. Dan gaat je achterste voet komt helemaal naar voren. Een mooie tendu. En dan gaan we helemaal rond in een grote ronde zoom. Ja, dus die we net ook aan de bar hebben geoefend. Je hebt voor en een grote ronde zoom. En dan kun je waarschijnlijk al wel raden wat de armen zijn die erbij horen. Als je opzij staat, heb je op, pa, op, pa, ronde zoom, open. Dus nog een keertje, je hebt ta, op, ta, ronde zoom. Vanaf hier ga je armen laag en op. En wat je voeten gaat doen, die gaat naar voren. En ga je in hele kleine bourrée pasjes naar voren. Bourrée zijn echt mini mini pasjes naar voren. Bam. Bam. En 1, 2, 3. Sta stil op 4. In een mooie soesoe. Ja. Vanaf hier krijg je een retiré préparé. Als het nou niet lukt om op je teen een mooie retiré balans te doen, zet je hem gewoon op platte voet. Dan heb je bourré, bourré, bourré. Zet neer. Op. Prepareer. Als het wel lukt, blijf je op je tenen staan. En dan ga je op. Prepareer. Dus we hebben zij. Flik. En de pa. Pa. Voor. Achter. En de bourré, 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 bourré. Op. Neer. Oké, dit stukje gaan we een keertje op muziek oefenen. Als je hem nog niet hebt, spoel hem een stukje terug. Dan herhaal ik het. We gaan het even oefenen. Ik zet hem vanaf 1 minuut 40 aan. Mooi, eerst muziek te staan. 7, 8, we hebben stap. Ik was een beetje te laat, dus we gaan het nog een keertje doen. Want ik deed het een beetje fout. Vijf, zes, zeven en stap opzij. Kijk naar je schoen. Stap, schoen, ronde jam. Voor en padden, boe, re.
Goed, we gaan hem tot hier doen op muziek. Stap naar de schoen, de ronde jam en boeleen. Op,
beetje rustig doen. Snel, sorry. Moet je een beetje snel, dus je hebt parasha. En snel op. Pa. Pa. En omhoog. Dan hoor je. Dat is echt heel slecht voor opgenomen. Goed, je hebt. Hij zingt wat en dan hoor je de trompetten. En dan zingt hij wat en dan hoor je de trompetten. En op die van de trompetten gaan wij nu beweging maken. Dus we staan hier stil. Dan zingt hij. Are you out there? Of zoiets. Pas op die pram maken we beweging. Dus je hebt. Are you out there? Wat we doen. Je komt vanaf je soussou naar beneden in een plié. En dat is een snelle, krachtige beweging. Dus je hebt pa, pa. En je armen komen van boven, zij. Dus je hebt. Stap daarvoor. En. Ja, hij is een beetje vreemd omdat je dus niet beweegt op het punt waarvan je denkt, daar moet ik op bewegen, namelijk als hij zingt. Je beweegt steeds nadat hij gezongen heeft. Je hebt. En als je twee stappen naar voren hebt gedaan, je armen draaien langzaam open. Stap. Stap en maak die stappen een beetje. Je denkt, oeh, dat is een beetje mysterieus. Shit. Ta. Stap. Stap. En vanaf hier ga je naar een balletpositie, een balletpose. Je mag zelf verzinnen wat je wil. Je kan hierheen gaan, je kan daarheen gaan. Je kan hier naartoe gaan, je kan naar een balans gaan. Je mag alles zelf beslissen. Doe wat jij denkt van, nou, dit vind ik tof om te doen. En die ga je verlengen. Dus je hebt stap gehad. En dan ga je naar een positie. Stel dat ik deze doe, ga ik langzaam verdiepen. Ja? En denk dus goed na over welk standbeeld, welke pose je wilt doen. Want dat is onze eindpose. Dus zorg dat je echt even met een goede knaller afsluit. Yes? We hebben parasha gehad. Rol op. Arm. Arm. Kom naar je tenen. Bijvoorbeeld. Yes, dan trek je hem langer. Oké, we gaan hem even doen tot en met hier. Hartstikke goed. Ik hoop dat jullie het laatste stukje begrijpen. Als ik te snel er doorheen ga, spoel dan gewoon het filmpje een stukje terug, zodat je het nog een keer kan kijken wanneer ik het uitleg. Yes, we gaan hem nog twee keer doen. Eén keer klein, ga ik nog even meepraten. Eén keer op je allergrootst, voor zover dat kan, binnen je huis, hoeveel ruimte je hebt. En dan zeg ik niks meer. Ja, dus dan moet je het dus eigenlijk doen zonder mij. Klaar voor? Oké. Nog twee keer dus. Doe goed je best. Eindig. 8.
adem voor de allerlaatste keer doen. Dus doe goed je best. En je mag hem zo vaak oefenen als je wil. Je kan hem zelf thuis doen of niet. Je mag er stukjes bij maken wat je wil. Als je het leuk vindt, mag je hem filmen. Dan mag je het naar Dansstudio Labar opsturen. Zodat wij kunnen zien van, hey, wie kijkt er naar onze filmpjes en wie heeft zijn best gedaan? Laatste keer. Ik ga niks meer zeggen, ja? Ik ga hem alleen maar doen. En probeer het dus mee te doen met mij. 5, 6, 7 en... Oké, goed. Dat was hem weer voor vandaag. Ik wens jullie heel veel sterkte, heel veel gezondheid en heel veel lekker weertje. En ik hoop jullie snel weer te kunnen zien. Doeg!